Hallo allemaal, welkom. Welkom bij de livestream, de eerste YouTube livestream die we doen hier vanuit Daisy Nederland. En ik heet jullie allemaal van harte welkom bij deze livestream. We zullen vanavond verschillende vragen voorbij laten komen, veel gestelde vragen. Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Patricia Dijkema. Ik ben eigenaar van Daisy Nederland en Daisy Nederland maakt het mogelijk dat vrouwen hun natuurlijke cyclus kunnen monitoren. Heel belangrijk dat je je eigen natuurlijke cyclus kunt volgen, dat je weet waar je in je cyclus bent en op die manier dus inzicht hebt wanneer zijn je vruchtbare en onvruchtbare dagen. Wanneer vind je ongeveer je ovulatie plaats? Zo kan het monitoren van je natuurlijke cyclus jou heel veel informatie geven over hoe is het ook in feite met je gezondheid gesteld. Hè? En want gezondheid is een belangrijk ding, uiteraard. Je wilt dat je gezond blijft, je wilt lang gezond blijven, maar daarbij gaat ook hand in hand dat je voldoende vruchtbaar kunt blijven. En daar zit natuurlijk tegenwoordig best een behoorlijk ding. Hè? We zien steeds vaker dat stellen moeite hebben met hun vervulde kinderwens of om hun kinderwens überhaupt te vervullen. En ook zien we veel vrouwen die worstelen met hun cyclus, cyclusgebonden klachten, problemen met de ovulatie, problemen met allerlei klachten die ze ervaren tijdens hun cyclus. En het gaat niet altijd van een leien dakje. Helaas, ja. En ik hoop dat met de informatie die ik hier op deze manier via ons kanaal wil aan jullie verstrek, dat je daar op die manier dus in feite ook meer inzicht hebt. En dat je dan ook weet van, hé, maar hoe werkt het nou eigenlijk? Hè? Hoe zit het in elkaar? Hoe kan je op een veilige manier je cyclus, je natuurlijke cyclus monitoren? Want dat is wel een belangrijk ding. Ik kijk ondertussen even, want ik wil heel graag zien als jullie reacties geven. De mail of via de chat van onze site. Nu net vanavond nog, hoe zit het nou eigenlijk? Is het wel echt betrouwbaar? Ik wil iets hebben waardoor we gewoon op natuurlijke manier de cyclus monitoren. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Nou, jullie hebben gezien, ik heb inmiddels ook een hele mooie masterclass uitgebracht. Die kan ik je zeker aanraden om het aan te melden via daisynederland.com, onze homepage. Gelijk daar kun je aanmelden voor de masterclass, dan vul je je voornaam in en je e-mail en je drukt op schrijf in. Dan zullen er gelijk al een paar e-mails in jouw mailbox zitten. En wat dat doet is dat daar krijg je vier video's met uitleg. Ik zal vanavond ook in deze presentatie ook zo af en toe terugvallen op wat ik daar in die masterclass al heb uitgelegd. Ik hoop dat jullie dat ook volgen en misschien al gekeken hebben. Is het niet zo? Zeg ik nu iets dat je van denkt, oh wauw, dat lijkt me geweldig, wil ik graag doen. Dan nodig ik je van harte uit om dan inderdaad aan te melden voor die masterclass Making the Switch to Daisy. Ja, omdat we zien dat je wilt voor meer dan 200% je leven veranderen en jezelf veel beter voelen. Alleen wil je niet dat het ten koste gaat van betrouwbaarheid, veiligheid, weten waar je aan toe bent. Dus je hebt daarbij eerst al heel veel informatie nodig. En waarom ik dat doe, is met name omdat we die informatie niet leren. Ik bedoel, tijdens de biologielessen leer je dat een vrouw een cyclus heeft, er zit een ovulatie en er komt een menstruatie. Maar verder, de meeste jonge meiden die zijn als de dood en vinden ook wat dat aangaat, het hele menstruatiegebeuren toch best een akelig of eng of soms wel van jeetje, wat gebeurt er nu allemaal in mijn lichaam?
En het zou zo mooi zijn als je dan weet van hoe, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in je lijf? En hoe zit je cyclus in elkaar? En hoe kan het inderdaad nog vaak rommelen als je net, je bent net begonnen met je menstruatie. Je bent met een paar jaar misschien op weg, weet je. Hoe mooi zou het zijn dat je dan ook weet van, nou, wat gebeurt er in je lijf? En hoe is dat, staat dat ten opzichte van jouw gezondheid, maar ook hoe je dan in feite aan het trainen bent. Ik noem het letterlijk trainen. Trainen van het oefenen van hoe je hoofd van de hypofyse hypothalamus communiceert met je eierstokken. Daar het hele proces van ovulatie kan creëren. En vervolgens natuurlijk ook daar, die communicatie en het trainen, het afstellen van die diverse hormones. Hormonen die dus daar in die cyclus actief zijn. En dat heeft jaren nodig om zich goed af te stellen. En als je dat zo zijn gang laat gaan en je hebt daar een goede ondersteuning misschien bij. Je weet wat er gebeurt, dat scheelt dan een hele hoop. En dan, dat haalt namelijk de grootste stress eraf. Hè? De stress en de paniek. Want dan kan het lichaam tot rust komen. En stress is namelijk de slechtste raadgever, maar ook de slechtste partner voor je hele cyclus. Hoe meer stress, hoe meer problemen je ook kunt hebben met je menstruatie of menstruatiegebonden klachten, zware menstruaties, pijnlijke menstruaties. Alles heeft zo met elkaar te maken, want nogmaals, het is een afstelling van wat hier in het kopje gebeurt. Dus heb je het veel te druk en veel te veel stress, dan zal dat ook richting je baarmoeder en ook je eierstokken, de ovulaties, een factor kunnen spelen. Ja, dus zodoende dat het vooral voor jonge meiden. Maar goed, de meeste leeftijd die we zo tegenkomen. Veel vrouwen hebben net een kindje gekregen, zijn bevallen. 6 weken na de bevalling kunnen ze starten met de Daisy. De meeste vrouwen die zich melden, hebben hormonale anticonceptie gebruikt. Chemische hormonen gebruikt. Ik zeg met name chemische, omdat het heet hormonale anticonceptie, maar het zijn niet dezelfde hormonen als jouw eigen lichaam kan maken. Dus dat is wel degelijk een groot verschil. En daarom zie je natuurlijk dat het ook zijn negatieve effecten kan hebben op allerlei systemen in je hele lichaam. Hè? Dus, maar weet je, je vindt het in eerste instantie eng. Je denkt bij jezelf van, ja, alles behalve een ongewenste zwangerschap, daar zit je niet op te wachten. Maar wat kan het voor je betekenen als je bijvoorbeeld wel vertrouwen hebt in je lichaam en je natuurlijke cyclus tussen gang laat gaan? En hoe kun je daar aan op anticiperen dat je weet wanneer zijn je vruchtbare dagen en wanneer zijn je onvruchtbare dagen? Het jarenlang namelijk onderdrukken van je cyclus, en dat bedoel ik met dus chemische namaakhormonen, je hele cyclus onderdrukken. Dus dan zijn er geen ovulaties en dan zijn de bloedingen die je hebt ook geen menstruaties. We spreken alleen van menstruaties als dat een natuurlijke cyclus is. Dus je kunt je dan ook de vraag stellen van, hey, als je dan cyclusgebonden klachten of menstruatieklachten hebt, hoe kun je ze dan in godsnaam oplossen met iets wat het hele systeem platlegt? Het platleggen van jarenlang onderdrukken van een ovulatie, dat is niet zomaar iets. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat je gebeurt op het moment dat je in de overgang bent, je niet meer menstrueert. Hè? Want dan heb je ook geen ovulaties meer. Dan is je lichaam in feite klaar met dat proces. En dat zijn situaties die we niet willen al op je 16e. En ook niet voor jarenlang. Daarin is toch een heel belangrijk ding dat we steeds meer kennis willen hebben. En ook steeds meer vrouwen, met name omdat ze ondervinden dat ze allerlei klachten hebben, dat ze toch ook verder gaan kijken en zich steeds meer voorzien van kennis. Gelukkig zijn er best mooie boeken, veelal wel in Engels, moet ik eerlijk zeggen. Websites van
voornamelijk vrouwen, hè, die daar toch wel informatie over geven. Via social media kan je het een en ander volgen. En wij hier bij Deze in Nederland doen er natuurlijk ook aan mee om je te informeren over je cyclus. Dan ben ik wel benieuwd, wat was voor jou eigenlijk je motivatie om toch aan de slag te gaan en weer vertrouwen te krijgen in je eigen cyclus? En, want ongetwijfeld zijn er mensen aan het kijken die denken van oké, maar dat heb ik gehad, dat heb ik al achter me gelaten. Ik heb gemerkt wat het met me gedaan heeft. Ik was mezelf helemaal kwijt en ik heb de stap genomen om mijn natuurlijke cyclus dus te gaan volgen. Dus ik ben wel benieuwd, wat was voor jou de grootste motivatie om je natuurlijke cyclus te monitoren? Waarom wil je het eigenlijk anders doen? En reageer in de chat van deze live video. Dat is het mooie dat je met een live YouTube kan je dus direct mee anticiperen hier in het hele proces. Ik kan op dat moment ook ingaan op een vraag of opmerking die er komt. Ik wil sowieso aan het einde wel gelegenheid stellen, geven om vragen te stellen. Dus mocht er na mijn verhaal nog iets naar boven komen, dan stel je vraag gerust. Oké. Ja, er zijn zoveel dingen die vrouwen er eigenlijk doorheen moeten slepen. En vaak heel... Eigenlijk vaak, helaas vaak, is dat toch wel een negatieve ervaring. En wat je wakker maakt en waarop je zegt van oké, nu is het genoeg geweest. Ik heb dit al geprobeerd, dat al geprobeerd, van het ene naar het ander geweest. Uiteindelijk komt het meestal wel op hetzelfde neer, soms voor ergere klachten nog eens. En dan denk je bij jezelf, ja, dan weet je het eigenlijk wel zeker. En wanneer vrouwen de eerste maanden met de Daisy aan de slag zijn, voelen ze zich eigenlijk veel beter zichzelf. Ze voelen weer hoe ze eigenlijk waren vroeger, hoe ze beter in hun vel zitten. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat ook het gebruik van anticonceptie hand in hand gaat. Voor veel vrouwen helaas ook met het gebruik van antidepressiva. Dus en daar wordt direct ook de link mee gelegd. Dus dat komt gewoon veel meer voor. En ik ben erg geschrokken van die cijfers. Er zijn ontzettend veel vrouwen gevolgd. Denemarken, daar is dat land, dat heeft het zo voor elkaar dat ze nauwkeurig registreren het medicatiegebruik van hun bevolking. En daarbij hebben ze dus gezien dat vrouwen die anticonceptie gebruiken, dat die ook veelal grote kans hebben om ook vervolgens antidepressiva als recept mee te krijgen. Nou, dat wil heel veel zeggen. En we weten ook wat het dus doet voor je mentale gezondheid, moedswings, depressiviteitsklachten. En bij jonge vrouwen onder de 20 of 21 jaar komt ook verhoogd suïcidale neigingen voor bij gebruik van anticonceptie. En daar zie je dat met name, ik had het al in het begin over, dat het juist dat trainen van de communicatie van je hoofd samen naar je eierstokken en je baarmoeder, dat dat een fase is in je leven, in je jonge leven, wat aan het trainen is. En als je dan in die fase van je leven dus al anticonceptie gaat gebruiken, dan kan je je voorstellen dat dat hele boeltje verstoord raakt, van slag. En we noemen dat de HPAG-as, dat is dus de hypothalamus, hypofyse, adrenals, dat staat voor bijnieren, en gonaden staan voor geslachtsorganen, in dit geval dus de baarmoeder en de eierstokken. Trof ik een bericht, volgens mij was het ook in het nieuws, ik vond het op een website, ze waren in het nieuws gekomen, dames die hebben ook een filmpje gemaakt en verteld van nou, wat gebeurt er in je hoofd, dat was op de internationale dag van anticonceptie, wat gebeurt er in je hoofd als je die producten gebruikt, en daar werd duidelijk ook aangegeven dat het wel degelijk invloed heeft op je functioneren. Dus ja. Goed,
Het kan tegenwoordig dus helemaal anders. En dan zeg ik niet alleen tegenwoordig, maar dat kan al meer dan 30 jaar. Meer dan 30 jaar bestaan er dus wereldwijd methodes, cycluscomputers, die helpen dat jij je natuurlijke cyclus kunt monitoren op basis van de basale lichaamstemperatuur. Dus je temperatuur 's ochtends voordat je uit je bed stapt, na minimaal 3 uur slapen met de Daisy. Meet je dus onder je tong, meet je je basale lichaamstemperatuur. En dat wordt opgeslagen in het computerdeel van Daisy. Ik zet hem nu aan. En zo kan je je meting starten onder de tong te meten. Hij geeft piep piep. En na 30 tot 60 seconden, dan is je meting klaar. En dan verschijnt er dus ook een druppel. Rood is een vruchtbare dag. Groen is een onvruchtbare dag. Geel is leerfase. Dat is de eerste fase wanneer je start. Maar ook wanneer Daisy een verandering in je cyclus waarneemt. Dus bijvoorbeeld van rood naar groen kan ze soms even een bufferdag pakken. En fluctuatiedag. Dat ze zegt van, hey, ik signaleer een verandering. Geel is ook vruchtbaar. Dus dan moet je ook oppassen. Hè? Dan kan je geen risico lopen. Dat is dus hoe we het tegenwoordig doen anno 2019. En ja, dat is dus al meer dan 30 jaar geleden is dit hele gebeuren gestart. Voor ontwikkeling, meerdere apparaten tot nu dit mooie Daisy-apparaat met Bluetooth-functie. Om dus je metingen die in het computerdeel worden opgeslagen en worden gecalculeerd door het algoritme wat hierin zit. Om die te synchroniseren naar de Daisy View-app op je telefoon. Dus van alle gemakken voorzien. De makers van dit soort methodes, die zijn dagelijks bezig om het jou als vrouw en in je gezin, in je relatie, om het je makkelijker te maken. Het gaat erom dat jij je leven kunt leven met gewoon je natuurlijke processen in je lichaam en dat je iets hebt waar je op kunt vertrouwen. En het verschil is namelijk van vergeleken met allerlei andere methodes die er zijn. Hè? Je kunt, ik hoor wel zeggen van ja, ik doe wel met een app, want dan heb ik een app en dan kan ik invoeren wanneer mijn menstruatie start. Dus de eerste dag van de menstruatie en meerdere dagen voeren ze dan in. Nou, wat die app dan doet is in feite volgens een standaard model. Die zegt bijvoorbeeld, hey, op de 14e dag is dan jouw ovulatie en zoveel tijd daarna komt weer jouw menstruatie door die je vervolgens weer bevestigt. Nou, je kunt dat zo klakkeloos doen, maar je kunt dat natuurlijk ook met temperaturen doen. Gewoon een thermometer kopen, digitale thermometer. En dan je metingen invoeren, dat kan ook. Hè? Dan krijg je ook een grafiek waar in je temperaturen staan gezet. En dan zit veelal voor jouzelf natuurlijk de calculatie of het een vruchtbare dag is of niet. En daarom is er een groot verschil tussen op die manier dus jouw cyclus bijhouden volgens een standaard dagenplan. Hè? Want dan gaan ze er gewoon vanuit dat iedere vrouw op de 14e dag ovuleert. Nou, dat is daadwerkelijk helemaal niet zo. Dus je cyclus kan korter zijn, je cyclus kan langer zijn. Je kunt eerder ovuleren, kan ook uitblijven nog een paar dagen. Dus dan moet je wel weten. En wat het meest belangrijke punt is dat dat soort methodes niet altijd rekening houden met de 5 dagen voor een ovulatie, dat je ook al vruchtbaar bent, want sperma kan overleven maximaal 5 dagen. Dus heb je onbeschermde geslachtsgemeenschap gehad binnen die 5 dagen voor je ovulatie, dan kan het alsnog zijn dat je dus, hè, want dan is er sperma aanwezig, het eitje springt vrij, de ovulatie, de eisprong vindt plaats. Het eitje treft direct sperma, dus dan kun je alsnog bevrucht of tenminste zwanger raken. En de conceptie kan dan plaatsvinden. Dus wat Daisy doet, is dat ze al zeker die 5 dagen vooraf aan de ovulatie al zegt tegen jou dat je vruchtbaar bent. En dat is natuurlijk de meeste grote verschil met vroeger. Kijk, ik weet mijn oma, zij heeft 11 kinderen grootgebracht. Er zijn ook een paar kinderen overleden. In die tijd was dat natuurlijk ook een ding. Ook miskramen gehad. Dus je kunt je voorstellen, mijn oma is bijna wel haar hele vruchtbare leven haast zwanger geweest, of dat ze tijd had van bosvoeding geven. Zij werd door toen in de tijd
kwam de pastoor. En die zei van, nou, wordt het dan niet weer eens tijd voor de volgende? Hè? Zo ging dat in die tijd. Maar mijn oma die ging wel temperaturen. Alleen was mijn oma nooit uitgelegd dat ook die 5 dagen voor haar ovulatie. Want je ziet namelijk pas je temperatuur stijgen nadat de ovulatie is geweest. Dus zij had in feite, kreeg zij pas het signaaltje van, hey, de temperatuur stijgt. Dan heb ik ovulatie, maar als ze dat van tevoren, eigenlijk het fabeltje wat er rondhangt over het feit van de temperatuurmethode. Iedereen heeft wel eens ooit dat gehoord en ja, dat ging dan rond met de mensen die dus grote gezinnen hadden. Ja, maar tegenwoordig is dat lang niet meer zo. Laten we wel wezen, we zitten tegenwoordig voor een computer, we hebben de telefoon met alle technische snufjes bij de hand. En zo is het idem dito voor dit soort apparatuur. Het is een medisch apparaat en dat voldoet aan allerlei eisen. Als het niet zo was, dat dit niet een betrouwbaar en veilig systeem was, dan hadden we het al lang niet zo hier op de markt mogen brengen en willen brengen. Want ik moet ook eerlijk zeggen, als het behoorlijke consequenties heeft, dan zou ik niet eerlijk hier voor de camera ook nog eens willen zitten om het te geven. Om het uit te leggen en om het jullie eigenlijk te vertellen dat het überhaupt bestaat, weet je. En wereldwijd zijn er meer dan 500.000 vrouwen die dagelijks temperaturen met een cycluscomputer. Dus je bent niet de enige. En gelukkig, en ik hoop dat er steeds meer dames bijkomen die dit tot hun dagelijkse routine gaan maken. Hè? Dus dat is wel het verschil. Het algoritme. Ik zal nog even uitleggen wat nou een algoritme is. Een algoritme is een rekencalculatie als het ware. Het is een, in de DESI althans, je hebt een bepaalde term, bepaalde waarde, hè, zoveel graden Celsius. Dat wordt direct doorgegeven van de sensor intern naar het computerdeel. Hè? Dus dat wordt direct langs het algoritme gelegd. En dat algoritme zijn duizenden cycli van vrouwen onder diverse omstandigheden. Allerlei verschillende omstandigheden. Je kunt je voorstellen, iedereen leeft zijn leven en iedereen heeft zo zijn eigen dingen. En daarom is het zo belangrijk dat dat ook nog eens extra geverifieerd wordt langs allerlei verschillende omstandigheden. Dan past en wordt pas de kleur vrijgegeven. Dus deze leert jou eigen, unieke. Hè? Die is echt uniek, want ik heb veel cycli gezien, voorbij zien komen, metingen, grafieken, datafiles, rapporten. Ik kan er nog niet eens zeggen van, oh, die heb ik al eens eerder gezien, dat ziet er precies zo uit als die ene mevrouw. Zo werkt het niet. Jouw lichaam is eigen. Jij bent uniek. Je hebt je eigen patroon. Dus ook je eigen temperatuur en het verloop van je cyclus. En dat leert deze dus kennen. Maar ook als er iets verandert in jouw unieke cyclus, jouw patroon of omstandigheden, dan pakt ze dat ook op. En ze zal je dan gaan waarschuwen. Ze zal het laten zien, maar ze zal niet zomaar van slag raken. Want doordat ze dus dat algoritme heeft, weet ze van, oké, okay, oh, dit zit nu ook een beetje in die fase of dat. Weet je, dat wordt allemaal meegenomen. En ja, dat is dus een groot verschil met standaard temperaturen, zoals mijn oma deed met een toen nog kwikthermometer. En waarschijnlijk heeft ze dat anaal gedaan. En met een briefje misschien de temperaturen bij ging houden. En daar wat wijs van wilde worden. Alleen ja, weet je, ze had op dat moment natuurlijk veel meer uitleg moeten hebben. En dat ondervangen we nu. Ja, dat wordt nu allemaal ondervangen. Dus dan weet je ook hoe nauwkeurig en hoe precies, hoe zo'n algoritme als het ware in zijn werk gaat. Oké, okay, ik had jullie beloofd om ook in deze YouTube live te spreken over cycli waarbij dus geen ovulatie plaatsvindt. Of althans, ovulatie overgeslagen wordt. We noemen dat anovulaire cycli. Voor alles is een wetenschappelijke term, wetenschappelijke benadering. En het kan dus voorkomen dat jij
ziet op je daisy dat je geen ovulatie hebt. Althans, je ziet niet de temperatuur stijgen. Want je hebt geleerd, bij de ovulatie komt het eitje vrij uit het follikel, het rijpe follikel. En wat er achterbij blijft, de corpus luteum, dat is dus de rest van die follikel. Eitje is er dan uit en de rest kan dus progesteron maken. En wat doet progesteron? Je eigen progesteron wat je dan aanmaakt. Dat zorgt namelijk voor een lichte stijging van je basale lichaamstemperatuur. En dat is dus wat je meet. Dus op het moment dat dat gaande is, jouw lichaamstemperatuur dus ietsjes wat stijgt. Hè, dat kan tot een kwart tot 0,3, 0,4, 0,45, 0,5 zijn. Heel lichte stijging. Krijgt deze als het ware de bevestiging dat jouw vruchtbare dagen voorbij zijn. Want je weet, je bent maar 24 uur maximaal vruchtbaar op het moment na de eisprong. Dus dat wordt op die manier zo geregeld. De progesteron zorgt er ook voor dat jij op dat moment niet nog vervolgens een tweede ovulatie kunt produceren. Dat er nog eens een eitje vrij gaat komen, waardoor bijvoorbeeld nog eens die vruchtbare periode langer zou zijn. Nee, progesteron is zo geweldig. Dat is een geweldig hormoon wat wij zelf maken. Dat heeft ontzettend goede gezondheidstechnische facetten voor ons lichaam. Dat belemmert dat juist ook. Dus, en mocht het zijn dat er toch een tweede ovulatie plaatsvindt, gebeurt, dan is dat namelijk altijd binnen 24 uur, want daarna kan het niet meer. Daarna zal die progesteron dat onderdrukken en niet meer plaats laten vinden. Ik had al verteld, dan stijgt dus je temperatuur iets. Als jij bijvoorbeeld in een cyclus, hè, je hebt je menstruatiedagen gehad, die heb je braaf aangegeven op je daisy, die heb je bevestigd op daisy. Dus ik zal het even voordoen, dat is menstruatiedagen bevestigen. Nu zie je dat dat violet knippert en ik hou hem even ingedrukt. Violet blijft stil branden en ik heb groen nu. En groen is dus onvruchtbaar en violet stilbrandend wil zeggen dat ik de menstruatiedag voor vandaag bevestigd heb. Dat is niet het geval, dus ik druk nog even weer en ik haal hem er weer uit. Op dit moment staat er voor vandaag geen menstruatie bevestigd in de daisy. Dus je kunt dat doen na de temperatuurmeting 's ochtends gelijk. Als je het weet dat je dan ongesteld bent, weet je het dan nog niet en begint het in de loop van de dag, 's middags of 's avonds. Pak je de daisy erbij, doe je precies zoals ik net gedaan heb. En zo kun je dan alsnog die menstruatiedag bevestigen. Dat is de dag 1 van je cyclus. Nou, zo bevestig je minimaal 3 aaneengesloten dagen op je daisy. Ben je meer dagen ongesteld, dan bevestig je uiteraard meer dagen. En het gaat om rood bloedverlies. Menstruatie is rood bloedverlies, dus niet de spotting en de vloeistof. Nee, ik moet zeggen licht, donker, doorzichtig en donkerbruin bloedverlies. Dat kan wat druppeltjes zijn. Dat is spotting, dat is geen menstruatie nog. Dus alleen de dagen bevestigen van helder rood bloedverlies. Dus dat doe je. En nou, dan ga je zo die cyclus in, hè? Vanaf dag 1 van je menstruatie is dag 1 van je cyclus. Dus deze telt dan mooi braaf mee. En iedere dag meet je je temperatuur. En je ziet op een gegeven moment, je komen je vruchtbare dagen. Je krijgt rood. En dat blijft rood. Want er vindt geen eisprong plaats als je een anovulaire cyclus hebt. Dus je maakt dan ook die progesteron niet aan. Dus je temperatuur zal ook niet iets licht stijgen. Waardoor Daisy ook met meer dan 99% betrouwbaarheid kan zeggen. Oké, je bent je vruchtbare dagen voorbij. Hier heb je groen. En dat je dan weer groen hebt. Groene dagen tot aan de menstruatie die doorkomt. Vrouwen met een anovulaire cyclus kunnen dus zeker menstrueren. Die kunnen menstruaties hebben. En als je dat bijvoorbeeld hebt. En je zou niet temperaturen met een cycluscomputer als bijvoorbeeld de Daisy, dan zou je dat niet eens waarnemen dat je geen ovulaties hebt. En dat is wel een ding, want we weten uit de praktijk dat veel vrouwen stellen met kinderwens,
bijvoorbeeld al zeker ruim een jaar bezig kunnen zijn met hun om zwanger te raken, maar er gebeurt nog niks. En hoe mooi is het dan dat je, als je zeker ruim voordat je een kinderwens hebt, al wel zorgt dat je je natuurlijke cyclus monitort, dat je ook ziet dat er ovulaties plaatsvinden, althans je temperatuursprong plaatsvindt. Want dan, en is het niet zo, dan kun je daar namelijk direct ook al op anticiperen. En het kan namelijk voorkomen dat je in de leeftijd voor je 21ste, dat je meer cycli hebt die anovulair zijn. Dat is heel normaal, want dat heeft weer te maken met het afstellen en dat trainen van je hele HPAG-as. En dus daar is het heel normaal. Dus wat dan ook zichtbaar is, dat er natuurlijk in je eierstokken meerdere blaasjes zijn die als een gek aan de gang zijn en proberen dat daar één dominante follikel rijp gaat worden om uiteindelijk voor een eisprong te zorgen. Dus jonge meiden kunnen menstrueren terwijl ze meerdere cycli hebben die geen eisprong hebben. Diezelfde situatie kan ook voorkomen boven je 35ste. 35, 40, 45, helemaal richting de 50. Want dan ga je zien dat je meer ovulaties overslaat. En dat is een heel normaal proces op die leeftijd. Alleen natuurlijk niet in je hele vruchtbare periode rond je 30ste. Laat zeggen van 25 tot 35 in die leeftijdscategorie. Dan wil je natuurlijk wel voldoende ovulaties hebben. En laat het nou zo zijn dat de natuur dat ook voor ons geregeld heeft. Dat het zo is dat in die leeftijdsfase waarin de meeste mensen een kinderwens hebben, dat daar ook de meeste cycli zijn met ovulaties. Dus, maar uiteraard zal natuurlijk ook het onderdrukken van een ovulatie invloed kan zeker wel degelijk invloed hebben op het feit of je, als je gaat monitoren, of je wel of niet anovulaire cycli ziet. De vrouwen met PCOS, polycysteus ovarian syndrome, dus wanneer er gezegd wordt dat er meerdere kiestes in de eierstokken zijn en waarvan onvoldoende nog rijp zijn of richting het rijpingsproces gaan voor een ovulatie. Dat is een situatie PCOS waar dus inderdaad vaak ook anovulaire cycli plaatsvinden. En die vrouwen zien dus dat ze dan rood blijven houden. Daisy zal nooit zomaar ineens zeggen van oké, het is lang genoeg gewacht nu, nou zal het wel een keer voorbij zijn die vruchtbare dagen. Nee, ze blijft het aanhouden. Ik had vorige week een mevrouw, die liep zelfs al vlak voor de paar dagen voor de menstruatie. Ze had de ovulatie nog niet gehad. En zelfs toen was Daisy nog steeds zeker en heeft hij haar nog steeds laten wachten voordat ze überhaupt naar geel ging en vervolgens naar groen. En toen is de menstruatie doorgekomen. Dus dat heeft echt bij haar in deze cyclus nu lang geduurd. En ik snap dat. Dat kan je best wel stress geven. En dat geeft je, ja, dat is zo akelig, hè? Aan de ene kant mag je blij zijn dat je het dus ziet. Je neemt het waar. En er zijn ook vrouwen die nu recent dus met de Daisy gestart zijn. En met een kinderwens. Een actuele kinderwens. En die zien dus dat ze meerdere cycli nu hebben waar ze niet op ovuleren. Ja, dan is het natuurlijk wel fijn dat je direct aan de bel kunt trekken. He, dus dan weet je ook dat je er wat mee kunt doen. Ik kom er later ook op terug wat eventueel wat je daarmee kunt doen. Je moet zo zien dat in feite in de eierstokken krijg je al met je geboorte krijg je al allemaal kiemcellen mee. Je hebt dan kiemcellen die zitten er al in, want in feite zit jij al in de eierstokken in de kiemcellen van je moeder toen zij nog bij jouw oma in de buik zat. He, dus toen, we praten, als we het hebben over een cyclus, praten we eigenlijk over een cyclus van 3 generaties. En het is niet zomaar dat we zeggen van je bent wat je oma eet of gegeten heeft toen de tijd. Dus afhankelijk ook hoe haar voedingstoestand was, hoe de voedingstoestand was van je moeder. En allerlei omstandigheden ook, maar ook je eigen voedingstoestand hebben een enorme invloed op
hoe het is met de kiemcellen, de voorcellen, de vooreitjes die daar in de eierstokken al zitten te wachten. En om vervolgens weer verder door te gaan, hè? Dus tot een eisprong te komen. En die kiemcellen die willen namelijk voldoende goede voedingsstoffen hebben. En wat we de laatste jaren, tientallen jaren nu zien, is dat het voedingspatroon natuurlijk enorm veranderd is. Hè? We hebben, het is niet meer zo zoals mijn oma destijds naar de groenteboer ging. Hè? Ik ging als klein kind daar vaak mee. En daar lagen alle groentes en fruit. Daar waren de eieren, die kwamen rechtstreeks van de boer. En alles was vers. Alle producten zaten ook in glazen flessen. We hadden toen nog geen plastic flessen. En misschien weet je het, plastic flessen, petflessen, BPA's, zijn oestrogeenmimicus. Ze zijn die veroorzaken in je lichaam, kunnen veroorzaken een oestrogeendominantie. Dus een verstoring van je eigen oestrogeenbalans. En dat was er vroeger niet. We gingen gewoon weer terug met die lege flessen. Je waste ze thuis uit. Je had er zo'n dopje bij. En dan werd het weer opnieuw gerecycled. Hè? Dus dat alleen al. Als we zien ook wat daardoor in ons milieu is gekomen. Wat ook allemaal invloed heeft op ons eigen lichaam. Op ons functioneren. Maar zeker ook op onze voortplantingsorganen. De voeding is zo veranderd. Vroeger aten we allemaal roomboter. Dus jullie moeten van mij ook verplicht roomboter eten. Waarom geen halverine en margarine? Dat is namelijk gekunsteld. Daar is aan bewerkt, daar is aan geknutseld om het in zo'n pakje te krijgen. En om het dan ook vervolgens nog eens weer lekker smeerbaar te krijgen. Er worden bepaalde producten aan toegevoegd. Het gaat eigenlijk om het pure product. He, dus biologische, liefst grasgevoede, van grasgevoede koeien daar de roomboter van. Waarom is roomboter heel belangrijk? Het is een goede bron van vetten. Er zitten butyraten in en butyraten zijn ook weer is voedsel voor je darmflora. He, de darmflora is heel belangrijk, staat ook direct in relatie met je vaginale flora. Dus ook met wat er allemaal mogelijk is ten aanzien van, ja, allerlei gezondheid ook op dat vlakgebied. En dus daarom die goede vetten. Goede vetten ook, kokosolie, heel belangrijk. En extra virgin biologische olijfolie van goede kwaliteit. Ga dat niet verbranden, ga dat niet verhitten, maar doe het lekker over je eten heen. Ik ben ervan overtuigd dat als wij veel meer goede vetten nu tegenwoordig gaan eten, hè, je ziet het ook steeds meer op de tv, dat er van eerst is ons van alles wijs gemaakt en nu komen we daar weer van terug. Ja, ook het hele light, hè, al het de hype van de light producten. Daardoor is er dus gekunsteld aan je voedsel. Het wordt bewerkt en het bevat niet meer de oorspronkelijke samenstelling en de voedingsstoffen die je nodig hebt. Want de kiemcellen, de primaire cellen in je eierstokken, hebben namelijk voedsel nodig om te kunnen rijpen. En daarom zie je ook dat wanneer vrouwen dus extreem gaan lijnen, en de vrouwen met bulimia, die hebben zo weinig voedingsstoffen wat ze zich tot zich nemen, dat ze dan vaak ook niet eens meer menstrueren. Dus daar zie je dat je menstruatiecyclus is een van de 5 belangrijke signalen van je lichaam, hè, voor de vrouw. En als dat niet meer doet wat het moet doen, dan is er dus, dan kun je er eigenlijk van op aan dat er iets in het lichaam niets meer zo lekker loopt als wat het eigenlijk zou moeten doen. Daarbij is natuurlijk stress een hele grote factor, wat we al zeiden. Maar ook het gebruik van suikers. Het PCOS heeft ook voornamelijk als oorzaak een insulineresistentie. Dus dat wil zeggen dat jouw lichaam niet meer goed adequaat kan reageren om de suikers die je tot je neemt. En we hebben tegenwoordig overal wel suikers in zitten. De toegevoegde suikers heb ik het dan over. Wat vaak ook in de verpakte producten zit. Om dat ook weer goed te verwerken. Want om suiker om te kunnen zetten heb je insuline nodig. En je kunt dus insulineresistent zijn omdat er een te hoge intake is en dat jouw lichaam dat niet meer goed
gevoelig voor is. En dat speelt met name bij de PCOS een grote rol. Daarnaast natuurlijk ook straling. Artsen weten dat al heel lang. Het staat gewoon in mijn studieboeken. Ik ben van origine ben ik A-verpleegkundige met kinderaantekening en intensive care neonatologie. In mijn perinatologie tekstboek, ik vertel het ook altijd aan mijn cursisten. Ik geef de ortomoleculaire opleiding voor specialisatie kinderen, geef ik. Maar ook een stuk preconceptie, conceptie, zwangerschap en zorg voor baby's en kinderen. Aan bod komt uiteraard, hè. We gaan de hele fase gaan we door van het begin naar nadat ze volwassen zijn. Op ortomoleculair vlak. In mijn tekstboek staat dat straling een invloed heeft, maar ook dat medicatie dus een invloed heeft. En alles wat chemisch is, alles wat op recept komt, maar ook wat je natuurlijk zo in de drogist kunt kopen, paracetamol, noem alles wat zo even, morning after pill kan ook tegenwoordig gewoon bij de drogist. Maar dat zijn allemaal medicijnen. En alles in dat boek staat, alles wat straling, voeding, medicijnen kan DNA-schade geven. En dat is ook wat we zien. Ja, er verandert dus iets aan de celdeling en de celreproductie. En daar zien we natuurlijk helaas ook tegenwoordig steeds meer problemen mee. Maar voornamelijk ook natuurlijk, wat veel mensen niet weten, is dat medicatie en dus ook de anticonceptiepil of het Mirena-spiraal, de prikpil, de patch, dat is de pleister. De implanon, dat is dan het staafje wat je in je bovenarm kunt laten zetten, waar ook medicatie in zit. Al die dingen die verstoren, die moeten door ons lichaam eigenlijk verwerkt worden. En wat je lichaam niet meer nodig heeft, moet het ook weer kwijt kunnen. En juist dat kwijtzetten of de uitzetten van die stoffen is een heel proces en dat vindt plaats in je leven. Daarvoor hebben we ons methyleringsproces. Daar hebben we dus sowieso al dagelijks extra vitamine en mineralen nodig als je medicatie gebruikt om dat überhaupt uit je lichaam te kunnen zetten. Dus om het weer kwijt te raken. Dus je kunt je wel zien dat jarenlang bepaalde middelen gebruiken, dat ook enorm veel tekorten kan met zich mee kan brengen aan vitamine en mineralen die essentieel zijn gewoon voor je leven om goed te functioneren, maar überhaupt natuurlijk ook voor allerlei celfuncties in je lichaam. En dat zijn er niet zomaar een paar hoor, wat met een anticonceptie al tekort is. Dat is met name de folaat. Ik zeg folaat en niet foliumzuur, omdat foliumzuur is het synthetische en folaat is het actieve, biologisch opneembare vorm van in feite foliumzuur, maar dan in de folaatvorm. Waarom is het folaat actief? Omdat dat minder processen hoeft te doorlopen om vervolgens in je lichaam en dus ook bij die methylering een ondersteuning te kunnen geven. Het omzetten en het ontgiften van die producten in je leven. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus folaat, maar folaat hebben we nodig voor celgroei. Daarom geeft de arts je het advies om foliumzuur te gebruiken, omdat ze weten de meeste vrouwen anticonceptie hebben gebruikt voor hun kinderwens en dus al bij kinderwens foliumzuur geadviseerd wordt en ook in de zwangerschap. Ik zal dus folaat adviseren en omdat we weten dat niet iedereen goed het proces kan in het lichaam op DNA-niveau, enzymatisch niveau, om van foliumzuur actief folaat te maken en vervolgens dat beschikbaar te hebben. Voor die celgroei heb je dat nodig. Dus vandaar is dat. En ik noemde net al B12. Nou, B12 is enorm belangrijk, met name de methylcobalamine versie van B12. Er zijn weliswaar 5 verschillende vormen B12. Dus als je naar de winkel gaat en zegt, ja, ik wil een B12, doe maar een potje, dan wil dat niet zeggen dat je allemaal dezelfde krijgt. Nee, meestal de B12 die zo op het schap staat, is de niet actieve B12. Dus diegene die
niets minder eigenlijk in je lichaam doet. De methylcobalamine hebben we dus nodig om het methyleringsproces in de lever om te ontgiften, om die schadelijke stoffen eruit te kunnen krijgen, om die weer goed paraat te hebben, voldoende van paraat te hebben. En om ook de kans op foutjes op ons DNA en hetgeen wat wij weer doorgeven, eventueel te kunnen minderen. En dit is niet iets wat ik nu zelf met de vingerwerk zomaar even verzin of zo van, leuk. Nee, dit is allemaal wetenschap. Als het niet wetenschap was geweest, had ik het hier niet verteld. En uiteraard, is dit mijn vak. Naast dat ik de Daisy verkoop en daar de vrouwen mee help. Maar ik doe dat met een onderliggende reden. Want als we namelijk meten met de Daisy en ons lichaam goed verzorgen, goed ons lichaam voeden met goede vetten en zorgen dat we ook dus inderdaad de vitamine en mineralen aanvullen, dan loop je minder kans op dit soort dingen, narigheid en cyclusklachten bijvoorbeeld. Want eigenlijk is het zo dat als je een receptje hebt voor bijvoorbeeld een microgynon 30, dat je daar eigenlijk ook al vanaf het begin al een goede multivitamine tegenaan moet zetten. Dus gebruiken. Want je lichaam heeft dus gewoon veel meer vitamine en mineralen nodig om het überhaupt te kunnen verwerken iedere dag. Hè? Dus daar beginnen we al. Zie, dat is al een hele hoop. Ja, en dat is niet vreemd, hè? Dat dus de vrouwen die staken met anticonceptie, dat ze bijvoorbeeld dan weer moeite hebben om een cyclus te hebben, om dus weer ovulaties te kunnen hebben. Hè? Dus dat is een belangrijk ding. Even kijken, waar zijn we? Oh, we schieten al lekker op. Ik heb doorgenomen van het voedsel. We hebben het over light gehad, light producten. Light is natuurlijk ook veel trend in de frisdrank en dat soort dingen, maar daar zitten de zoetstoffen in. En zoetstoffen zijn eigenlijk nog schadelijker voor je lichaam. Dus geen light. Eierstokken hebben brandstof nodig. Ja, dus eicellen, hè, die moeten ook goed kunnen groeien en energie hebben. Goed draaiend energiesysteem is daarvoor van belang. Nou, wat ik nu wil doen is naar het derde punt waar we dan even over gaan hebben. Ik hoop dat het niet allemaal te veel is wat ik... Oh, wat het is een hele hoop informatie. Als ik eenmaal bezig ben, dan kan ik bijna niet ophouden. Eén heel belangrijk statement wat ik zeker nu wil maken. Ik ga geen claim maken over dit soort dingen. Ik wil je zeggen, Daisy is geen anticonceptie. En dat is heel belangrijk om te weten. En nogmaals, Daisy monitort je natuurlijke cyclus. Dus het verstoort niets in jouw lichaam. Ze laat alleen maar zien wat er in jouw lichaam gaande is. En ja, dat is wellicht wel misschien wel het meest lastige wat het met zich meebrengt. Want je denkt bij jezelf van, oh jeetje zeg, en nu? En klopt dat dan allemaal wel? En kan ik er dan wel op vertrouwen, weet je? Dat is juist zo. En als je dan alles zo op een rijtje zet en je weet hoe het zit, en dan denk je bij jezelf, ja, maar waarom zou het, als je het volledig onderdrukt, wel oké zijn? En je kunt het volgen met de cycluscomputer. En maar dat vinden we gewoon eng. En dat is het vertrouwen wat we weer terug moeten krijgen. Het vertrouwen in feite in je eigen lijf en wat je eigen lichaam in staat is om te doen. Ja, om iedere maand weer voor elkaar te krijgen. Dus we gaan nog even een stapje verder. Ik heb jullie beloofd dat ik over progesteron ga praten. Progesteron, het is al gevallen, dat is het hormoon wat je zelf maakt. Als je dus een eisprong hebt gehad, je corpus luteum maakt progesteron aan. Dat doet het rijkelijk. En dat is zo geweldig, want progesteron verzorgt je hersenen. Het verzorgt je organen, het verzorgt je hart, zelfs ook voor je spieren. Het is een hormoon wat ons in feite zo lang mogelijk fit en jong kan houden. En
Als je bijvoorbeeld te weinig progesteron maakt, want het kan natuurlijk ook zijn dat je wel je hebt een ijsprong, je maakt progesteron aan, je temperatuur stijgt iets, maar gedurende die dagen richting je menstruatie merk je gewoon vlak voor je menstruatie dat je je niet prettig voelt. Je raakt de stress slaat je toe, depressiviteit, je voelt je niet helemaal jezelf. Veel vrouwen weten dat en dat is vaak het signaal van, oh, de menstruatie komt er zo weer aan, weet je. Maar wat er dan gebeurt, is dat dus je progesteron dus alweer gaat dalen. Vlak voor dat je menstruatiedagen doorkomen, gaat je progesteron dalen. Dat is een natuurlijk proces, want alleen dan kan dus je lichaam weer menstrueren. Want wat is menstruatie? Dat is het loslaten van het baarmoederslijmvlies wat opgebouwd is in je cyclus. Dat is niet nodig. Er heeft geen bevruchting plaatsgevonden, dus jouw lichaam kan het weer kwijt. En dat is dus een heel natuurlijk proces, iedere cyclus weer. Maar juist, dat is een ding waar heel veel vrouwen wel last van hebben. We noemen dat ook al wel premenstrueel syndroom. Dus de klachten, ja, syndroom is eigenlijk altijd een samenraapsel van meerdere klachten en factoren. Die dus zo plaats kunnen vinden in dat tweede deel van je cyclus, dus na je ovulatie, voor je menstruatie. En maak je dus minder progesteron aan. En dat is ook weer een natuurlijk iets van een vrouwenlichaam. Want hoe ouder dat je wordt, is het namelijk moeilijker om voldoende progesteron aan te blijven maken. Dus ik heb daar wel wat tips voor. Ik heb ook daar zeker wel ervaring in om vrouwen daarmee te begeleiden. We zien dat daar dus ook zeker al vanaf, laat zeggen je 40, 45 jaar, dat het ook al wel verstandig is om bijvoorbeeld met kruiden te gaan werken, in te nemen, dus als supplementen, om dus te zorgen dat je lichaam ondersteunt met juist het kunnen maken van die hormonen. En dan hoef je niet 1, 2, 3 aan hormoontherapie te denken, want dat is altijd nog een ding van, weet je dan wel zeker dat het echt bio-identiek is, hè? Het mooie is van kruiden, en dan heb ik het bijvoorbeeld over Vitex, Agnus castus. Dat is het kruid wat wereldberoemd is en al zo lang een van de meest gebruikte kruiden is voor vrouwen. Die ondersteunt namelijk je menstruatiecyclus. En de naam is monnikspeper in het Nederlands. Vitex is, wat hij doet, het is een adaptogeen. En het zorgt er dus voor dat jouw lichaam wat ondersteuning krijgt bij het kunnen maken van die progesteron. Dus ga je al, zit je al boven je 40ste, boven je 45ste, ga je merken dat je lichaam verandert, hè, dat het allemaal wat anders loopt, dan zou je eraan kunnen denken om dat zeker te doen. Ook als je menstruatieklachten hebt, dus cyclusgebonden klachten, die dus vaak natuurlijk een oorsprong hebben bij het wel of niet goed kunnen aanmaken van die hormonen. En dus dat is wel zeker een aanrader. Als je op de website kijkt van daisynederland.com, hebben we nu ook het product waarin de Vitex is opgenomen staan. En naast dat daar ook maca in zit. Maca, door veel mensen bekend, wordt vaak ook in smoothies verwerkt, hè. Maar wat heel belangrijk is bij al dit soort stoffen, producten, is dat je dus uitgaat van onbespoten poeder. Dat je uitgaat van producten, kruiden die goed zijn verwerkt, waar je van zeker weet dat het een goede oorsprong heeft. Dus ik zeg bij dit nadrukkelijk, want heel veel mensen zeggen van, oh, ik koop dan wel ergens een maca poeder en ik doe hem door mijn smoothie en ben klaar. Nou, ik ben er eens ingedoken, maar er zijn dus meerdere soorten maca. En ja, dat knolgewas, hè, dat komt er oorspronkelijk uit de Andesgebieden, Andesgebergtes.
En dat moet namelijk van zeer goede kwaliteit zijn, wil het überhaupt iets in je lichaam doen. He, dan zou ik niet zeggen van dat het nooit wat zal doen, maar in de fase van om je cyclus goed te ondersteunen, dan ga ik uit van een specifieke makersoort, dat is de maker Harmony. En die is dus verwerkt in supplementen. En daardoor kunnen ze namelijk ook precies op DNA-niveau kunnen ze peilen of daadwerkelijk die kwaliteit erin zit wat je wilt. Hè? Omdat we weten uit onderzoek welke makersoorten er zijn er ook zelfs die meer juist geschikt zijn voor mannen dan weer voor vrouwen. Dus zo is het heel belangrijk om de juiste te hebben. Dus onbespoten heel belangrijk en dat het ook goed behandeld is. Want als zoiets namelijk goed behandeld wordt, dan zitten daar ook nog de belangrijke fytonutriënten in die stof. Dus dan koop je iets, maar dan weet je ook zeker dat het er nog in zit wat je graag wil hebben. En dat het ook uiteraard ook beter opgenomen wordt als iets wat dat niet doet. Dus zo op die manier, hè, ik zei al, de Vitex, de maca, safraan is een hele mooie kruid en ook ashwagandha. En dat zijn stoffen die dus regelen direct ook de werking van je hypofyse, hypothalamus bij nieras. Dus het hele communicatieveld wat nodig is voor je cyclus. En ze zorgen ook voor meer rust en ontspanning. Nou, dat is precies waar het om gaat. We hebben zo ontzettend veel stress continu om ons heen. En waar we in zitten. Niet alleen dat we ons zenuwachtig hoeven te maken de hele dag. Maar alles alleen al om ons heen geeft zoveel prikkels. En dat is niet te vergelijken met hoe het vroeger was. En dus wij zullen ons lichaam daar ook een handje bij moeten helpen. Wanneer het namelijk te veel stress is, we zien dat nu ook, vakanties zijn nu voorbij en ondanks dat vakantie hartstikke leuk is en lekker ontspannen, maar het brengt voor heel veel mensen juist ook stress met zich mee. Hoe zal het verlopen? Komen we op tijd aan? Hoe zal het hotel zijn? Bladibla. En ik zie dat zelfs in die tijd, en je ziet dat eigenlijk pas een maand of een paar maanden daarna, dat dan juist ook die cyclen weer wat veranderen. En weet je, dat is jammer. Dus mijn tip, zorg goed voor ontspanning. Doe aan ademhalingsoefeningen. Neem even een paar minuten per dag om een ademhalingstraining, een ademhalingsoefening te doen. Zeker voor 's avonds als je in je bed ligt voor je gaat slapen. 'S ochtends als je je ogen open doet, je hebt je temperatuur gemeten met deze en doe dan even rustig een paar ademhalingsoefeningen of een korte meditatie. En dat alleen al, dat doet je zo goed, weet je. En het is gewoon zo dat er voor af en toe gewoon extra stoffen nodig zijn. En magnesium, selenium, B12, ook een stress, een vitamine die heel erg gevoelig is. Als je veel stress hebt, heb je daar ook meer van nodig. Net als met magnesium. Bij magnesium, als je die tekort hebt, en dat zijn er veel mensen hebben dat, dan zie je ook dat die vrouwen juist veel meer menstruatiepijnen hebben, menstruatieklachten. Dus dat zijn allemaal dingen die je daarbij kunnen ondersteunen. Ik denk dat ik nu van mijn kant uit genoeg gekletst heb. En ik ben even benieuwd of er vragen zijn. En ik moet eerlijk bekennen dat ik hier niet zie of er iets binnen is in de live chat. Top live chat. Dus ik ga er even vanuit dat er vooralsnog geen vragen binnen zijn. Mocht het wel zo zijn, ik pak het even dadelijk op als we deze live YouTube hebben afgesloten. En dan kan ik er uiteraard nog weer op terugkomen. Als je zoiets hebt van nou, ik mail je liever apart, dan kan natuurlijk altijd info@daisynederland.com. Stel gerust je vragen
En ik hoop dat jullie vanavond een leuk uurtje beleefd hebben. Zodat ik jullie heb kunnen voorzien van informatie, waardevolle informatie. En dat je hiermee toch net weer even iets meer vertrouwen en ja, kennis hebt opgedaan. Voornamelijk kennis, hè? Dat je weet van hoe bepaalde processen in je lichaam verlopen. Die kennis is zo waardevol. Deel dat ook. Deze video zal ook permanent blijven straks op ons Deze Nederlands YouTube-kanaal. Abonneer op ons kanaal. Dan word je namelijk ook op de hoogte gehouden als ik weer live ga. Ik wil het zeker vaker doen. Ik vind het hartstikke leuk. En daarmee hoop ik ook steeds meer mensen uiteraard te bereiken. Nogmaals, die masterclass, heb je dat nog niet gedaan op onze homepage dezenederland.com? Vul je naam en e-mail in en volg die masterclass. Er zijn ook ontzettend interessante video's. Daar heb ik uiteraard een PowerPoint-presentatie bij. Dus dan kan je met plaatjes en al. Ik heb voorbeelden van verschillende cycli onder allerlei omstandigheden. Hè? Heb ik daarin staan en daar leg ik over uit. Dus ja, dat is het. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik zie jullie graag weer terug. Oh, wat ik niet wil, nog bijna vergeet, is Instagram. DaisyNL.